Welkom terug bij weer een nieuwe Jaar van de Tuin. We hebben er even een zomerstop op zitten en het is inmiddels zo ongeveer september. Dat is tegenwoordig de nieuwe tuinmaand. Je zou het misschien niet zeggen, je denkt het komt alweer in herfst aan, maar dit is het moment om te gaan tuinieren. Nou, wat is er nou een beter moment om weer aan de slag te gaan met Jaar van de Tuin en met bijvoorbeeld een tuinontwerp? We hebben deze aflevering een heel erg volle aflevering vol met allemaal mooie tuinontwerpverhalen. Hoe kan dat nou? Nou, in de Zeeliedenbuurt is een winactie geweest voor verticaal groen. En er waren zoveel mensen met versteende tuinen die er heel enthousiast op reageerden, dat er een aantal van hen een gratis tuinontwerpschets heeft gewonnen. Nou, die zijn natuurlijk gemaakt en dat is gedaan door Dillis Moos. Welkom in de studio. Ja, leuk om hier te zijn. Jij bent tuinontwerpster en hovenier. Kun je iets vertellen over wat jij zo al doet? Wat ik zo al doe? Nou, wat je eigenlijk al zei, ik maak dus tuinontwerpen. Daarnaast doe ik ook heel vaak de uitvoering. De uitvoering doe ik dan vaak samen ook, als het kan met de bewoners, als ze dat leuk vinden, zodat we samen de planten plaatsen. We doen een stukje onderhoud. Ik was ook bezig met mee te gaan met tuinreizen, maar toen kwam corona, dus dat is helaas in het water gevallen. Wat is een tuinreis? Een tuinreis, ja, dus bijvoorbeeld een tripje naar Engeland, dan ga je met z'n allen in een bus en dan over de hele dag bekijk je allemaal tuinen. Dus van 's ochtends tot 's avonds, je gaat om 7 uur 's ochtends vertrek je en je komt om 7 uur 's avonds weer terug en het hele dagprogramma is gevuld tuinen. Met allemaal tuinen, ja. En dan gaan er dan hoveniers mee of gewoon mensen die heel enthousiast zijn over tuinen? Ja, mensen die enthousiast zijn over tuinen, maar ook gewoon iedereen die dat leuk vindt. En dan ik zou dan in principe dat gaan begeleiden om ook wat te vertellen over de tuinen. Maar goed, het staat dus nog voor dat de toekomst. Dat komt. En nu ben je vooral bezig met ontwerpen en mensen in hun eigen tuin. Heb je nou gemerkt dat mensen met corona meer in hun tuin zijn gaan zitten? Zeker. Ja, het is absoluut sinds corona is hartstikke druk geworden. Ik weet nog wel toen het begon net, een week later, dat een mevrouw ook belde van ja, het is misschien een beetje gek dat ik in deze tijd, maar wil je alsjeblieft nog wel mijn tuin doen? Want als ik hier maanden vast zit, wil ik toch wel op een mooie tuin uitkijken. En je ziet eigenlijk dat die trend heeft doorgezet in de afgelopen periode. Dat heel veel mensen heel erg in en om een huis bezig zijn gaan met de tuin. Oké. En jij zei net, ik maak ontwerpen, maar ik help ook bij uitvoering. Dus waar hou jij nou, als jij nou een tuin inkomt en je gaat ontwerpen, waar begin je dan? Tja, waar begin je? Ja, ik begin gewoon met het gesprek. Ik begin met de mensen. Het is natuurlijk altijd een tuinontwerp. Ik zeg altijd, het gaat er niet om wat ik mooi vind. Het gaat er eigenlijk om dat ik graag wil neerzetten een tuin die jij mooi vindt. Hè? Dus ik hoop altijd zo goed mogen weergave te geven van wat jouw voorkeuren zijn. Dus eigenlijk een beetje de weergave van jouw karakter in planten en bloemen. Oké. En wat voor gesprekken levert het op? Wat voor dingen zeggen mensen dan? Want ik kan best, als jij zegt, nou, weergave wat ik mooi vind in planten en bloemen, ik zou best dan denken, dat weet ik niet zo goed, want ik weet niet zoveel van planten of... Nee, moeilijk om erover na te denken. Nee, maar kan je bijvoorbeeld wel vragen van wat voor kleuren vind je mooi? Of hou je van strak? Of hou je van natuurlijk? Waar gebruik je de tuin voor? Hè? Wil je meer zitten? Of wil je er meer naar kijken? Of natuurlijk als je kinderen hebt is het ook weer anders. Ja. En zo wordt het eigenlijk een tuin die bij jou past. Ja, precies. En dan kom je daarna een aantal keer terug om ook te helpen. En je zei het al met het tuinieren en het aanleggen. En het, Ja, het is een beetje wat alles kan. Maar ja, het leukste vind ik altijd zelf. Hè, dat is na het tuinontwerp om echt een groot stuk ook van zeker met de planten. Planten is echt mijn favoriete onderdeel van de tuin. Ja. Om het samen aan te planten. Dat helpt ook omdat dan krijg jij echt het gevoel dat het jouw tuin wordt. Jij weet dan precies welke plant waar staat. En tijdens het werken kan ik je ook vertellen welke verzorging ze nodig hebben. Dus ook gelijk al eigenlijk wat tips geven voor het onderhoud. Oké. En dan kom je dus ook af en toe nog wel weer eens terug om af en toe hier en daar wat te helpen. Ja, heel vaak kom ik een jaar later terug en doen we ook samen een keer het onderhoud. En wat vind je nou het leukst als je zo bezig bent? Want dat is best een flink project, dat kan ik me voorstellen. Wat is dan het leukste daaraan? Ja, het leukste is uiteindelijk toch, want ik bedoel, je hebt een soort heel romantisch beeld natuurlijk bij tuinen. In ieder geval ik, van dat je denkt, oh leuk, ik ga bezig zijn met planten en bloemen. Ja, en de praktijk blijkt natuurlijk toch wel van, bij de uitvoering is... Vaak eerst moet je bijvoorbeeld de stenen weghalen. En ik weet als ik met mijn collega, hoe vaak ik wel niet bij de stort sta met 1000 kilo stenen. Tussen de meeuwen, tussen de afval, helemaal onder de modder, in de regen. En de romantiek, dat hebben ze niet verteld in de opleiding, laat ik het zo zeggen. Je ziet mooie foto's van allemaal prachtige bloemen. Maar je ziet niet hoe vaak je op de stort komt. Je ziet het resultaat, maar je ziet niet per se... Nee, dus dan denk je wel eens tijdens op zo'n dag dat je denkt, nou helemaal nat geregend, dan kom je thuis. Je bent hartstikke vermoeid, je hebt pijn aan je handen. Dan denk je al van... Waarom doe ik dit? Maar elke keer als het klaar is en je de foto's ziet van hoe het er daarna uitziet. Ja, dat geeft toch zoveel voldoening. En ook wat dat met mensen doet. Dus dat je elke keer weer er zin in hebt. Omdat je al denkt, oh, maar straks gaat het zo mooi zijn. Dus dat maakt het elke keer weer de moeite waard. Ja, toch wel.
Ja, en heb je dan ook wel eens dat mensen dan ook dat aan jou teruggeven? Dat ze denken van, oh, het was meer werk dan ik dacht, maar de tuinieren is toch zo fijn? Of iets nou zeker, ja. Ik vind het echt het mooie aan mijn werk is van, je hebt toch wel hoeveel dankbaarheid en hoeveel plezier bij de mensen oplevert. En ik krijg zo vaak fotootjes. Dus eigenlijk elke voorjaar of elke zomer weer zijn er zoveel mensen die dan eigenlijk weer aan mij denken. Toch? En dat ik dan foto's krijg van hoe de tuin er nou weer bij zit. Ja, of hoe de planten, hoe goed ze eruit zien. En dat doet mij natuurlijk ook weer heel veel goed. Ja. Ja, dat kan ik me wel inderdaad wel voorstellen. En hoe lang doe je dit al? Ik ben, even denken hoor. Ja, ik ben denk ik een jaar of 7 ben ik ermee gestart. Ik wist eigenlijk al een hele tijd dat ik iets meer wou. Iets met buiten, iets met bloemen. Dus ik ben eigenlijk, ja, hoe begin je dan? Hè? Waar start je? Dus ik ben eigenlijk begonnen, ooit bijvoorbeeld op de markt, ben ik begonnen met bloemschikken. Dus bloemen verkopen en een beetje gewoon met bloemschikken. Van, god, wat past bij elkaar? Dus dat was een onderdeel daarvan. Toen dacht ik van, ja, ik wil toch niet in een winkel staan. Dus dat was maar het was wel een mooie ingang om met bloemen en met kleur te werken. Toen daarna ben ik verder gegaan, eigenlijk als vrijwilliger in Trompenburg in Rotterdam. Dit is een arboretum in ieder geval. Het is een hele grote botanische arboretum tuin. Arboretum is bomen en zo, toch? Onder andere, ja, er zijn heel veel mooie bomen. Maar het is ook een botanische tuin. Okay. En toen ben ik daar eigenlijk als vrijwilliger elke week gaan werken om de tuin te onderhouden. En daar was toen een vrouw en die zegt van, wat doe je? En die zei toen van, ja, ik ben hovenier. En toen dacht ik, kan dat, weet je wel? Kan je dan dit werk gewoon betaald doen? En dat vond ik zo inspirerend. En toen ben ik de hoveniersopleiding gaan doen. Ah, ja. Nou ja, dat was voor mij was gewoon één groot feest. Elke week weer bezig zijn met planten, met plantherkenning, hè, met alle namen. Dus ik geloof, je hebt dan 1500 planten die je uit je hoofd moet leren. Oeh. Maar ik vond het zo leuk om elke week weer iets nieuws daarover te leren. Nou ja, en zo heb ik mezelf elke keer weer ontwikkeld en ben ik nieuwe dingen erbij gaan doen. Ja, ik kan me inderdaad wel voorstellen. En nu in en om Leiden, heb je daar veel projecten ook lopen? Of werk je heel regionaal? Ja, zeker, ja, natuurlijk in en om Leiden, maar ook wat verder erbuiten. Maar ja, zeker hele leuke projecten. Eentje toevallig ook dicht in de buurt bij het Galgenwater. Is natuurlijk erg bekend gebied. In Leiden hebben ze me benaderd. Er zijn appartementencomplexen, 72 appartementen. En die hadden een heel groot plein met alleen maar tegels. En die hebben mij benaderd van, goh, wat kunnen we hiermee? Ze hadden enerzijds een plein met tegels en anderzijds hadden ze een hele grote doorloop met alleen maar tegels waar hanggroep jongeren waren. En ze hadden zoiets van, heb jij daar een leuke oplossing voor? Dus daar ben ik mee aan de slag gegaan. Nou, uiteindelijk hebben we alle tegels eruit gehaald, een hele grote borden gemaakt op het plein. En de doorgang hebben we helemaal vastgezet met planten. Ik zeg, zodra er planten staan... Dan is het schuus, dan, inderdaad. Ja, en dat heeft dus in die zin heeft dat gewerkt. Want daar zijn geen hanggroep jongeren meer. En daarnaast ook dat doen we met de bewoners samen. Dus er zit ook een stukje participatie bij. Ja, heel mooi. Ja, en wat we doen ook het onderhoud doen we elke maand. En dus eigenlijk wat je ziet, wat zij ook zeggen van... Goh, eerst was het een plein, mensen groeten elkaar niet. Ze wisten niet eens wie waar woont. En nu heeft het eigenlijk verschillende dingen opgeleverd. Dat zowel voor de biodiversiteit, hè, gewoon vanwege de bloemen, heeft het dat opgeleverd. Maar ook het sociale aspect. Hè. Dat brengt mensen ook samen zijn. Ja. We gaan nu even kijken naar hoe jij dat nou aanpakt als je echt bij iemand in een tuin komt. Grace is namelijk met jou meegeweest die jij langs ging bij Jannie. En Jannie die wilde ook graag in gesprek over haar tuin. Daar gaan we even naar kijken hoe dat was. We zijn hier in de Zeeheldenbuurt vandaag, waar een aantal mensen zich hebben opgegeven voor een tuinvergroening. Nou, er was een hele mooie prijs te winnen en helaas kan één persoon die natuurlijk maar winnen. Dus de rest van de mensen hebben we een ontwerp aangeboden. En vandaag gaan we samen met Dillis bij Jannie in de tuin kijken, horen wat zij allemaal graag zou willen veranderen in de tuin en zien wat de mogelijkheden zijn. Dus we gaan op naar Jannie's tuin. Hoi Jannie, we zitten bij jou in de achtertuin, want jij wil graag je tuin wat groener hebben. Dus we gaan vandaag kijken wat je graag wil in de tuin. En dan gaat Dillis zo meteen met jou wat ideeën doornemen aan de hand van wat jij graag zou willen. Kan je mij vertellen, hoe lang woon je hier al? 47 jaar. Wauw. Dus dan heb je de tuin ook al een poosje zien veranderen waarschijnlijk en de omgeving. Ja, alles. Want was de tuin vroeger heel anders? Er stond een hele grote perenboom in. Ah. En een hele dikke stam. Maar die nam zoveel licht weg. Die hebben we eruit gehaald. Mm-hmm. En toen had mijn man nog een bak gemetseld met planten en dingen. En vond ik niks. Okay. En iedere keer wat anders. Totdat hij is gaan straten met die steentjes. Ja. En nu is het dus een behoorlijke bestrate tuin. En heb je zelf al een beetje een idee wat je zou willen? Ja, maar geen geel. Alles mag behalve geel. Alles mag behalve geel. Oké.
En een voorkeur voor een bepaalde kleur? Blauw, wit. Kijk, nou daar kan Dillis straks vast echt wel wat moois mee maken. Zit je veel in de tuin? Op het ogenblik niet. Nee? Nee. En heeft dat een bepaalde reden? Ja, ik vind een kale beweging. Ja, oké. Okay. Dus het groen is ook echt nodig om weer gewoon een beetje met plezier in de tuin te zitten? Dat zeker weten, ja. En is het dan ook nog heel erg warm in de tuin? Ja, heel erg warm. Oké, okay. Dus een beetje schaduw zou ook wel lekker zijn. Ja, zeker. Ja. En dan heb ik begrepen dat vanwege je COPD je toch ook wel graag een beetje onderhoudsvriendelijke tuin wil. Ja, want dan, dat lukt me niet om dat allemaal bij te houden. Nee, dus de bukken en dus eigenlijk de tegeltjes zoals ze nu zijn, zijn eigenlijk ook best wel veel werk om al het onkruid weg te halen. Maar dat, dan komt mijn dochter en dan komt de buurman en ik gooi azijn en dan gaat het er makkelijk uit. Oké, okay. Dus je hebt straks voor het groene tuintje ook nog wel wat hulp. Jawel. Dat is hartstikke fijn. Nou, ik heb er helemaal zin in. Dillis vast ook. En die gaat met jou doornemen wat er allemaal mogelijk is in jouw tuin. Leuk, ik heb er ook zin in. Leuk dat ik hier vandaag mag zijn en u mag helpen met uw tuinontwerp. Hartstikke leuk. Ja, ik heb al een aantal dingen doorgekregen over de kleuren. Ik heb begrepen, u houdt erg van wit en blauw, toch? Ja, zeker. En u heeft heel veel zon. Ja, veel te veel. Ja. Ja, en als we al in uw tuin kijken, van een aantal dingen natuurlijk al op. Het is vrij een pijpela, noemen ze dat. Ja, lang inderdaad, en smal. Ja. Toch? Dus daar, dat is een aandachtspunt eigenlijk, denk ik, van hoe kunnen we toch zorgen dat dat een beetje gebroken wordt. Een beetje gezelliger. Ja. Ja, ja, en inderdaad valt natuurlijk op dat er weinig planten zijn in de tuin. Ja. En dat zien we denk ik graag anders. Ja, zeker. Ja? Ja. Dus, en wat u zei, u heeft COPD. Dus om te kijken van hoe kunnen we er nou voor zorgen dat het een beetje onderhoudsvriendelijk is. Ja, graag. Ja, want mensen maken zich altijd zorgen over een tuin. Ze denken vaak van, oh nee, dat gaat veel tijd in zitten, veel onderhoud. Terwijl eigenlijk is het zo dat tegels qua onderhoud nog veel meer werk zijn dan planten onderhouden. Nou. Dat betekent als we zorgen dat de borders tussen planten goed dicht tegen elkaar zijn geplant, dat er vaak weinig onkruid is en dat je eigenlijk voornamelijk één keer per jaar moet terugsnoeien, maar het onderhoud valt eigenlijk heel erg mee. Gelukkig. Ja? Dat laat ik de buurman doen. Kijk, nou, dat klinkt goed. Kijk, hier hebben we een schets. Dit is een plattegrondje van uw tuin. Ja. En daar kunt u eigenlijk al zien van wat kunnen we hier zo nou mee doen. Dus we dachten zelf, want u zit vaak hier zo, om bijvoorbeeld de zon een beetje tegen te houden, om een klein boompje te plaatsen, daar zo. En wat u zelf leuk zei, wat u leuk vond, is een appelboompje. Ja, zeker. Ja, en die heb je ook, ze zeggen halfstam. Dat is een boompje wat eigenlijk wat kleiner blijft. Dus die is ook geschikt voor een kleine tuin. Oh, prima. Ja. En u ziet heel mooi eigenlijk in uw tuin zit hij ook eigenlijk wel allemaal vormen zitten erin. En we dachten eigenlijk om die er dan uit te halen, de tegels. En om daar dan mooie vaste planten in te plaatsen. Leuk, ja. Want de pijpelei wordt eigenlijk gebroken als je dus een onderbreking erin maakt. Dus niet een lange border langs de schutting, maar eigenlijk in de tuin. En door ook hoogte erin te maken, wordt er ook diepte gecreëerd. Leuk, ja. Dus we dachten, is hier zo'n appelboompje en hier zo'n mooi aantal halve cirkels erin te gaan brengen. Ja. En die mooi te gaan vullen met de planten die u mooi vindt. We dachten bijvoorbeeld aan salvia's, zijn mooie blauwe aren. Bijvoorbeeld de geranium rosan bloeit heel lang van mei tot aan de vorst. Is mooi paars. En bijvoorbeeld een witte lavendel. Leuk. Ja. Ja? Prima. Wat verder ook opvalt is eigenlijk dat uw uitzicht naar achter is, hoe zeggen we het, vrij stenig? Inderdaad. En hoekig? Hoekig. Ja. Ik vind het niet mooi. Nee. Dus dachten we de oplossing is, je hebt ook fruitbomen die je kan leiden. Dus om daar een mooie leiboom achterin te plaatsen. Zodat hij in plaats van tegen de schuur en de stenen aankijkt, misschien tegen mooie bloesems in het voorjaar. Dat zou heel mooi zijn. Ja, en appeltjes in het najaar. Och, jee, ja. Ja, en dan daaronder om ook weer zo'n halve cirkel eigenlijk aan tegels eruit te halen. En dan, u zei ook dat u van die hortensia's met die pluimen zo mooi vond. Ja. Toch? Ja. Pluimhortensia's. Om die dan eigenlijk mooi eronder te plaatsen. En dan als goede bodembedekker, zodat er weinig onkruid komt, een vinca. Dat is een soort maagdenpalm. Ja, die is wintergroen, heeft mooie paarse bloemetjes. En zorgt er ook voor dat er dus weinig onkruid komt. Ik vind het prima. Ja? Ja, ik heb er weinig verstand van, dus. Maar het klinkt in ieder geval goed. Ja, inderdaad. Ja. En dan heeft hij eigenlijk bij de schuur nog zo'n hoekje. Ja.
En dat is nu ook helemaal betegeld. Ja, helemaal. Ja. Dus we dachten, we halen daar ook dan wat tegels uit in een cirkel. En die misschien ook mooi te vullen. Dat is een plantje hebe. Is ook wintergroen en die bloeit paars en wit. En is ook heel aantrekkelijk voor bijen en vlinders. Klinkt helemaal goed. Alles blauw en wit. Klinkt echt, ja? Ja, ik vind het allemaal goed. Ja. Mooi. Ik ben er blij mee. Ja, nou ja, ik zie inderdaad wat je bedoelt met het gesprek en uitzoeken wat zo iemand nou gelukkig maakt. Wat ik me ook afvroeg, en wat misschien veel kijkers zich ook afvragen, we zoeken altijd een beetje naar een makkelijke plant. Van wat is nou iets dat als je echt zeg maar twee linkerhanden en geen groene vingers hebt, wat is nou iets dat leuk is voor in je tuin? Dus ik vroeg me af, wat vind jij nou eentje die je mensen vaak aanraadt of die je zelf heel mooi vindt, die niet al te moeilijk is? Ja, dat is een lastige vraag. Daar heb ik echt heel erg over na moeten denken. Dat is meer natuurlijk omdat er zoveel mooie, prachtige planten zijn. Dus dat is heel erg lastig. Dus dan dacht ik van ja, wat voegt dan echt iets bijzonders toe? Dat ik, nou, dus dan denk ik van nou, in deze periode of in de zomerperiode is er eigenlijk heel veel moois om te zien. Heel veel kleur, zowel hè, vaak in je tuin als je al naar buiten loopt. Is het ook vaak groen. Ja. Dus het is eigenlijk heel erg makkelijk altijd, vind ik, om te stralen in de zomer. Dus toen dacht ik, ja, wat is dan moeilijker? Dat is eigenlijk in de winter. Om in de winter eigenlijk nog een mooie plant te hebben. Of iets wat er mooi uitziet. Omdat vaak een wintertuin natuurlijk door is. Dus ik denk, dat is juist het moment dat je wilt dat er iets bloeit. Dus, en dat bestaat. Dat bestaat dus, dat ja. Bestaat. Dus, dus een van mijn favorieten in dat opzicht is, de naam vind ik al prachtig, een toverhazelaar. Ja, dat klinkt inderdaad magisch. Ja, en een toverhazelaar, het is eigenlijk een klein boompje. Dus die kan ook, dat is het voordeel, die kan ook dus gewoon in een kleine tuin. En die bloeit, het is een naakbloeier. Dus dat betekent eigenlijk dat die zonder blad bloeit. Dus daardoor vallen de bloemen nog meer op. En daarbij geurt hij ook nog eens heerlijk. Oké. Okay. Ja, en hij begint dus met zijn bloei januari, februari. En vaak zijn ze in de kleuren geel, oranje of rood. Dus dat zijn echt felle kleuren, dus ze vallen ook heel erg op in je tuin. Ja, en ook heel warm. Ja. Dat valt heel erg... Ja. Dus dat vind ik dan echt een plaatje. En je hebt zelfs ook nog, mocht er mensen geïnteresseerd zijn, je hebt in een arboretum in Kalmthout, heb je zelfs een toverhazelaar tour. Oh, wauw. Okay. Dus dat is helemaal een tip. Kalmthout, ja. Toch in de periode januari, februari, als we het allemaal wat zwaarder hebben, om dan een toverhazelaar tour te doen. Het klinkt echt ontzettend leuk. Ik kan me dit goed voorstellen. Kan die ook in een bloempot? Zou kunnen. Daar toch te veel mocht, bomen? Nou, het is natuurlijk, kijk, bomen vinden natuurlijk sowieso nooit echt leuk om in een pot te staan. Maar het kan wel, want hij blijft wat kleiner. Hij zal dan nog kleiner blijven. Meestal in een tuin kan hij zo'n 3 of 4 meter worden. En in een pot zal hij nog kleiner worden. Maar moet je goed zorgen dat hij voldoende voeding krijgt. En hij moet niet te nat. Ja. Oké, okay, dat is wel net een belangrijke dan. Ja. Maar goed, daar weet je misschien, als je hem dan toch ergens vandaan gaat halen, weet het betreffende tuincentrum ongetwijfeld ook nog wel iets over te vertellen. Hey, en het is nu september. Ik heb wel gehoord dat dat dé plantmaat is. Dat dat echt een goede maand is om in je tuin te werken. Heb je nou nog een tip? Als mensen dan straks de tv uitzetten. Wat is nou iets goeds dat ze kunnen doen in hun tuin? Jazeker. Ja. Ik denk in de zomermaanden moet je je tuin met name met rust laten. Je moet zeker de planten niet uit de grond halen. Maar september is eigenlijk een periode dat je kan zeggen van goh. Je kan het enerzijds kan je gaan scheuren. Dat betekent eigenlijk wanneer vaste planten bijvoorbeeld een aantal jaar in de grond zitten, zie je dat ze groter worden. Ja. Wat je dan vaak ziet is dat eigenlijk het hart van de plant gaat uitsterven omdat de kracht eigenlijk in de buitenkant zit. Wat je dan kan doen is eigenlijk gaan scheuren. Dus de plant eruit halen. Ja. Met een spade in stukken gaan verdelen en het middelste hart, wat eigenlijk verouderd is, eruit halen. Oh, Zo verjong je eigenlijk dus van de plant. Mm-hmm. Dan krijgt hij weer nieuwe groeikracht en kan je hem weer op nieuwe plekken gaan plaatsen. Dat is nog eens een goede tip. Ja. Ja. En dan is het eigenlijk ook zo zeker, je kan dit zowel doen in het voorjaar als in de herfst. Het voordeel van de herfst dat je ziet welke plant is in het voorjaar. Zit natuurlijk nog in de grond. Dus ja, dan zijn precies. Ze... Dan heb je al een kleine kiempje waar je denkt, ja, het is allemaal groene blaadjes. Wat is het nou? Dan is het heel lastig zijn ze van elkaar te onderscheiden. Ja. Dus heeft natuurlijk deze periode heeft dat als voordeel. Je kan ze dan weer gewoon terug op een andere plek plaatsen in de grond. En dan heeft het toch echt september, oktober, gaat er heel veel energie van de plant gaat in de wortel zitten. Dus in het bewortelen. Doe er dan dus dan ook geen mes bij, want dan gaan ze pollen vormen. Dus dat willen ze niet. Maar doe ze echt gewoon puur in de grond. En dan kan je ze in het voorjaar weer gaan mesten, zodat ze dan weer met extra kracht naar boven komen. Kijk, nou, dat zijn nog eens hele handige tuintips. Ik denk, ik zou zeggen, ga er allemaal mee aan de slag. We hebben nog een ander ding waar we nu naartoe gaan. En dat is Ik Zie. En daarvoor ga ik een gesprek voeren met iemand van de Vlinderstichting. Kars, wat leuk dat je even aan wilde sluiten en wat ik mag Kars zeggen, toch? Ja, graag. Ja, ja oké. Okay. Nee, en dat je even wat wilde uitleggen over de Vlinderstichting en jouw werk en met name ook de nachtvlinders. Jij vertelde dat je bent bioloog bij de Vlinderstichting. Wat betekent dat? Wat doe jij zoal in je dagelijks leven? Nou, het is een hele ingewikkelde functie, maar ook heel simpel. We doen eigenlijk alles.
We doen veel onderzoek. We kijken van hoe gaat het met de vlinders, hoe gaat het met de libellen in Nederland. Mm-hmm. We kijken van met welke soorten gaat het goed, maar ook met welke gaat het slecht. En die, waar het slecht mee gaat, proberen we te achterhalen van waar dat dan ligt. En vervolgens gaan we naar gemeenten, naar staatsbosbeheer en het Zuid-Hollands landschap toe om te kijken van hey, kunnen we nu zorgen dat die vlinders en die libellen het weer beter gaan doen. En dus daarnaast gaan we ook nog veel naar scholen en naar allerlei andere groepen toe om te vertellen over vlinders. Dus we doen eigenlijk vanuit onderzoek tot aan het erover vertellen. Dat is in mijn werk. Oké, maar dat is inderdaad heel erg breed. En waarom is het nou zo belangrijk dat het goed gaat met vlinders en libellen? Nou, het is van belang dat het goed gaat met de natuur. Dat hebben wij gewoon nodig. En die natuur verdient dat ook gewoon. Ja. En vlinders en libellen zijn erg handig, omdat die opvallend zijn, er veel zijn en door veel mensen kunnen worden bekeken. Dus je weet daar redelijk wat van. Er zijn natuurlijk veel meer insecten, ook heel veel insecten die misschien nog veel kritischer zijn dan vlinders. Maar ja, als ze niet gezien worden, dan worden ze ook niet gemist als ze er niet meer zijn. En bij vlinders, dat mooie daarvan is, hè, mensen kennen vlinders. Mensen weten ook van, hey, ik heb nu minder vlinders in mijn tuin dan 10 jaar geleden. En daardoor weet je er meer van. En als je die vlinders kunt redden, hè, beter kunt laten doen, dan weet je zeker dat het ook voor heel veel andere dieren- en plantensoorten zal gelden. Dus het zijn een soort van graadmeters. Oké, het zijn een soort van goede signalen van hoe het eigenlijk met de rest van de natuur gesteld is. Juist, ja. En we hebben net natuurlijk, we hebben het hier een jaar van de tuin vooral over tuinen. Wat kunnen mensen nou in hun tuin doen voor meer vlinders? Wat voor dingen? Nou, er zijn twee belangrijke dingen die je kunt doen. Je kunt zorgen dat je tuin een kroeg wordt. Hè, dat de vlinders binnenkomen, wat drinken en weer vertrekken. Heel belangrijk, want die nectar uit bloeiende planten hebben ze nodig om te kunnen vliegen. Ja. En om zich voor te planten moeten ze kunnen vliegen, dus dat is hartstikke belangrijk. Ik vind het zelf nog veel leuker als mijn tuin ook een thuis is voor die vlinders, waar ze zich ook kunnen voortplanten. Dat betekent dus dat je ook de planten moet neerzetten waar de rupsen op kunnen overleven. Oh ja. Dan ziet de mensen op schrikken kijken van, oh jee, dan wordt mijn hele tuin opgevreten, dat wil ik ook weer niet. Nou, dat is eigenlijk helemaal niet het geval. Er zijn een paar soorten die inderdaad heel flink kunnen vreten. De koolwitjes, de groot koolwitjes, die kunnen de kool helemaal wegvreten. Maar verder zijn er eigenlijk nauwelijks vlinders waar je last van hebt. Die eten wel aan je planten, maar die eten van de bloemknoppen. En er zitten 10.000 bloemknoppen in en er worden er 100 van opgegeten. Dat zie je niet eens. Maar dat betekent wel dat die vlinders zich in jouw tuin kunnen voortplanten. En dat vind ik zelf echt geweldig. Dat ik weet dat mijn tuin, ik woon zelf in een rijtjeshuis, een vrij klein tuintje. Maar ik weet dat er gewoon zeker 100 soorten zich daar ook voortplanten. En dat is gewoon hartstikke leuk. Ja, dat kan ik me voorstellen. En zeker als je natuurlijk, zoals jij, je bent dan bioloog, je herkent ook al die soorten. Nou, dan kun je dat natuurlijk heel goed in je eigen tuin goed bekijken. Nou, is het natuurlijk voor iedereen een mogelijkheid om meer naar vlinders in je eigen tuin te kijken. En ook naar de rupsen eromheen en zo. Nou ja, we hebben al een keertje eerder iemand gehad die vertelde over de vlindertelling. Maar ik begreep dat er nu ook een nachtvlindertelling is. En nou weet ik eigenlijk helemaal niks van nachtvlinders. Alleen dat, ik denk alleen maar altijd aan motten. Kun je iets meer vertellen? Ja. Wat is nou een nachtvlinder? Nou ja, hoe werkt dat? Je hebt helemaal gelijk. Een nachtvlinder is een mot. Okay. Motten is eigenlijk een ander woord voor nachtvlinders. Okay. Alleen wij hebben bij motten direct een negatieve connotatie. Dat we weten, hey, die vreet onze kleren op. Nou, dat is een van de 2000 soorten die dat doet. Oh. Alle andere motten doen dat helemaal niet. Dus wat dat er gaat, voor mij is motten helemaal geen negatieve term. En in het Engels heet dus ook mots. Maar goed, het zijn dus motten, nachtvlinders, die over het algemeen 's nachts actief zijn. En je ziet ze dus ook niet zoveel. Mm-hmm. Ze zitten in je tuin. Een beetje tuin in Leiden, dan heb je zo een 100 soorten nachtvlinders in je tuin. 100 soorten, maar je had het net al over 2000. Ja. In Nederland, 2000 soorten. 2000 soorten in Nederland en daarvan zitten er 100 bij jou in je tuin in Leiden. Oh, wow. En dat vond ik zelf ook ongelooflijk eigenlijk. En ik woon hier 30 jaar in deze tuin. En ik woonde er al 20 jaar voordat ik naar nachtvlinders ging kijken. Ik zie er af en toe wel eens eentje. Maar toen ik hier met een mooie lamp die vlinders ging lokken en stroop ging smeren op de bomen, toen bleek opeens dat er inderdaad inmiddels nu zo'n 130 soorten bij mij in de tuin zitten. En die kende ik helemaal niet, die wist ik ook. Die kwam ik ook niet tegen overdag. Nou, dat is bij mensen in de tuin ook. En het is heel leuk om s'avonds, nu bloeit misschien de vlinderstruik nog. Dat is zo'n hele mooie, veel grote bloeipluimen. Als je daar s'nachts gaat kijken, of zeg maar om 10, 11, als het net donker is geworden, en het is een zachte avond, en met je zaklantaarn in die vlinderstruik schijnt, dan zie je daar bijvoorbeeld huismoeders op zitten drinken. En dan zie je de gamma-uilen op drinken, en misschien zelfs een koperuil. Die zitten s'nachts gewoon op jouw vlinderstruik. Kijk, wij zitten s'nachts binnen, of we slapen. Maar als je 's nachts gaat kijken in je tuin, dan blijkt dat die vlinders daar heerlijk actief zijn en rondvliegen. En die kun je daar ook gewoon met een goede zaklantaarn ook te zien krijgen. Oké, maar je noemde net een hele hoop namen van vlinders die ik niet ken.
Nou weet ik dus, er is dus de nachtvlindertelling. Hoe pak ik dat dan aan als ik al die vlinders zelf eigenlijk niet zo goed ken? En hoe moet ik ze dan tellen? Is dat, ja, is dat... nou, er zijn gelukkig hele goede websites tegenwoordig voor. En je hebt een app op je telefoon, op je mobiele telefoon. Dat is de Ops Identify. En als je een foto maakt van zo'n vlinder en je draait die door de app, dan geeft die app een naam van, hey, kijk maar eens hierheen, want het lijkt wel of het die soort is. En dan kun je er dus achter komen. Want ja, nachtvlinders is natuurlijk moeilijker dan dagvlinders. Ja, dat is... Want je hebt 15 soorten dagvlinders in je tuin, met de dagbeogen, de citroenvlinder, nou die ken je allemaal wel. Maar als je er 100 nachtvlinders hebt, dan wordt dat inderdaad puzzelen. Maar je komt er gelukkig best uit. En nu die nachtvlindernacht, die is volgende week, vrijdag en zaterdag, dan zijn er op allerlei plekken, tientallen plekken, ja, ik zag nog niet in Leiden een plek staan, maar misschien komt dat nog, zijn er plekken waar je naartoe kunt gaan en samen met mensen die er verstand van hebben, kunt gaan kijken bij zo'n lamp of bij zo'n mooie strooproute, om eens te kijken welke nachtvlinders zijn dat. Dus daar kun je in ieder geval kijken of er ergens in de buurt in ieder geval zo'n activiteit is. En verder een kwestie van lekker puzzelen. En ik vind het zelf heel erg leuk om daar dan ook uit te komen, wat je allemaal in je eigen tuin hebt rondvliegen. Ja, want die namen die je net zei, dat vond ik al wel heel erg mooi klinken met uiltjes en huismoeders en zo. Maar je hebt het ook steeds over lampen en over stroop. Betekent dit nou echt dat ik een pot appelstroop op een struik moet gaan smeren? Of hoe werkt dat? Ja, bijna letterlijk wel. Ja. Okay. De lamp is dus inderdaad om vlinders aan te lokken. Dat klinkt alsof ze dat leuk vinden en er naartoe komen, maar ze worden gewoon verward. En ze zitten dan rond die lamp en dan kun je ze te zien krijgen s'nachts. Want normaal gesproken zijn ze s'nachts gewoon lekker actief bezig. En als het licht is, dan zitten ze verscholen ergens stil. Dus nu op dit moment, overdag, zitten ze stil. Mm-hmm. Wat je doet met zo'n lamp is ze verwarren en daardoor komen ze erop af en kun je ze bekijken. En die stroop, dat is in feite een soort van nepbloem maken. En dat is een pot appelstroop, maar ik doe er nog wat bij. Ik doe er nog een kilo suiker bij. Ik laat dat warm worden en ik doe er nog wat droesem van een latrappiertje bij. Dus dat het een beetje gaat gisten en er alcohol in zit. En dat smeer ik op de bomen. En dan komen die nachtvlinders op af en die zitten daar dan heerlijk met hun lange rolt om van te drinken. Zitten ze heel stil, kun je ze dus heel mooi bekijken, kun je ze ook goed fotograferen en kun je ze prachtig op naam brengen. En dat is een hele leuke manier om nachtvlinders te zien te krijgen. Ja, ik kan me dat best voorstellen, maar het klinkt ook wel een beetje moeilijk, want dan moet ik dus met een kilo suiker en dan moet ik eerst helemaal zitten kokerellen. Je moet er wel wat voor over hebben. Je had het ook over strooptochten, dus er zijn meer mensen die dit doen en die er wel ervaring mee hebben en die daar, dus het komend weekend, 3 en 4 september is dat, daar meer over kunnen vertellen. Zeker, ja. Oké, nou, dat klinkt sowieso wel heel erg leuk. En je had het net over die 2000 soorten. Zijn er nou bepaalde soorten die je heel veel ziet in Nederland? Ja, als je in de duinen rondloopt, dan zie je wellicht die geel met zwarte rupsen op het Jacobskruiskruid zitten. En op de vlinder, zwart met rood, zie je regelmatig in de duinen vliegen. Dat is een overdag actieve nachtvlinder. En die is vrij algemeen in de duinen met name. Een gamma-uil, die noemde ik net ook al, die zit 's nachts op je vlinderstruik, maar die vliegt ook gewoon overdag op je vlinderstruik. En dat is een bruinige vlinder die constant fladderend voor je vlinderstruik, je gaat nooit stilzitten. Dus als je zo'n soort vlinder ziet, dan weet je vrijwel zeker dat je met die gamma-uil te maken hebt. Dat is een hele algemene. Oké, okay. Dus die kunnen we sowieso al met z'n allen gaan spotten op 3 en 4 september. Juist. Nou, ik zou zeggen, ga allemaal meekijken. Ik wil jou enorm bedanken voor al je uitleg over de stroop, de lampen en de verschillende soorten vlinders die ik in mijn eigen tuin al kan gaan aantreffen. Heel fijn dat je dat even allemaal toe wilde lichten en wellicht tot een volgende keer. Dankjewel voor je deelname. Prima, graag gedaan. Bedankt. Nou, allemaal dus mee gaan tellen strakjes. 3 en 4 september is de nachtvlindertelling. Ga aan de slag met je potje stroop. Dan is er nog in Leiden de regentonnenactie. Want het wordt weer herfst. Het gaat ongetwijfeld regenen. En je kan daar dus geld voor terugkrijgen. Als je samen met je buren voor minstens 1000 liter aan water opvangt, kun je 10 euro per liter terugvragen. Daarvoor ga je naar Jaar van de Tuin voor de website voor meer informatie. Daarnaast hebben we de NK-tussenstand. Want er is een hele zomer tussen. Dus het is even spannend om te zien waar we staan. We staan op plaats 15, dus we hebben echt nog wel wat tegels te gaan met z'n allen. Dus ga aan de slag, dit is de tuinmaand, plant die planten erin. Dat is eigenlijk alles wat ik voor nu te melden had. Ga je tuin in. Idyllis, ik wil jou graag bedanken voor je aanwezigheid hier in de studio en al je goede tips en tuinverhalen. Ik vond het hartstikke leuk om hier te zijn. Ja, nee, ik vond het een goed gesprek. En ik denk dat heel veel kijkers er ook iets aan gehad zullen hebben. Volgende week weer meer tuinen. En dan gaan we ook aan de slag in de nieuwe tuinmaand september met het planten. Waarvan onder andere van bolletjes. Dus blijf kijken voor meer tuinen.